Graske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe custom zombie map hier natuurlijk op Call of Duty. Vandaag spelen wij op een Doom map. De ouderwetse Doom uit 1994 ongeveer is wat we vandaag spelen. Ik zit hier niet alleen, want ik zit hier met Ryan de Bakker. Nou. Hallo! Dus als je het nou leuk vindt, ram natuurlijk zo'n kei, dat blijkt me zo super gaaf vinden. Ik heb vroeger heel veel Doom gespeeld. Jij volgens mij niet die oude, toch? Ja, ik was nog niet geboren. Nee. Nou ja, ik was ook nog niet geboren in 1994, hè? Ik kom uit 1995, dus dat scheelt. Maar... Oh. Maar, kan deze open? Ik weet wel dat ik die ooit eens ik heb al geheim gespeeld. Ik heb al een geheim geopend. Secret is revealed! Hier, jongen, ik heb veel Doom gespeeld. Ik zei het je, hè? Kijk, als je op de muur kijkt in Doom, Ryan... Sommige muren die passen niet in het contrast van de andere muren. En dat zijn de muren die als geheim open kunnen worden gemaakt. Ah. Dat is meteen even een tip. Voor de rest kun je natuurlijk gewoon al deze deuren waarschijnlijk openen. Ja, 1500. Ja, oké, nice. Nou, dan hebben we al meteen een geheimpje. Waarom niet, joh? Ik vind het best. Er liggen helaas geen armor packs en alles hierin. Oh, wow, je kan hier gewoon naar boven, joh. Daar zijn je trappen. Additional parts required. Ja, wel. Er staat hier in UAC box. Oh, waar ben ik, joh? Maar daar heb ik parts voor nodig. Ja, je kan heel random kan je in één keer naar boven lopen op sommige plekken. Ik denk ook wel dat we iets van power moeten gaan vinden. Waar is er een wapen? Ja, ik heb er net een gekocht. Deze deur die kan ook niet open, dus het begin natuurlijk. Hier hing een pistool, zit de RK5 aan de muur. Hier zo. Ja, we gaan gewoon door de map heen. Ik heb werkelijk zelf ook geen idee gewoon. Oh, hier staat sowieso Quick Revive. Ik kan daar niet achter. Ik snap niks van deze man. Nee, die deuren die kan je gewoon openen, hè? Oh ja, deze. Missing parts. Ja, we moeten dus ook een soort parts of zo zien te vinden. Ah, ik heb het ooit eens gespeeld in Wolfenstein. Je hebt dit, wat zei je? En Wolfenstein ooit eens gespeeld. Ja, Wolfenstein 3D, dat was ook dit ongeveer. Je had Doom en je had Wolfenstein, ja. De grondleggers van de shooters, hè, Ryan? Ja, ja, die kan ik ook. Dubbele puntjes. Ja, die game moet je toch niet spelen van je? Ik moet even puntjes sparen. Wat zei je? Die game heeft je moeder toch afgepakt van je? Ja, ik had hem op een floppy disk staan, Doom, jongen. Mijn moeder zei, het is gewelddadig! Je had gewoon mijn floppy disk afgepakt. Maar daarna kreeg ik hem gelukkig weer terug. Oh, ik ken deze map ook nog. Dan kon je naar buiten toe en dan zaten van die ghost vijanden. Oh, ik heb Juggernaut gevonden. Moet ik de power aanzetten? Ja. Daar ben ik niet heel blij mee. Hier hangt sowieso de Q aan. Daar heb ik geen geld meer voor. Is dit een part? Oh! Dit is ook een deur die je kan openen, oké. Oh, en ik heb de part! Ik heb een part! We moeten de stroom gaan maken, Ryan, shit! Gaan maken? Ja, ik heb nu één part voor de stroom, ik heb die hendel, zeg maar. Dus we moeten nog echt goed gaan zoeken ook, bro! Oh, en dan kan ik het waarschijnlijk nu hier op dit kissie leggen, denk ik? Ja, je kan hier heel naar boven, daar kan ik het hier op leggen? Nee. Oh, Juggernaut. Ja, waar moet ik de stroom maken dan? Dit is echt even lastig, hoor. Kan ik die hier maken? Nee. Ik heb nu een knop voor de stroom, maar ik weet natuurlijk niet waar ik die erop moet zetten. Dit wordt nog een lastige map zo. Oh nee! Oh, Ryan is neer. Ik kom eraan. Waar ben je neer? Boven? Ik weet het niet. Ja, ik weet het al. Ik kom eraan. Dat was de wave, nog die vijverkje. Hallo. Hallo. Ja, daar lag een part bij die rode key. Dat is ook iets om een deur te openen. Ik denk ook wel dat we naar buiten kunnen op een gegeven moment. Dit is het 500. Daar zie ik nog een part liggen buiten. Als het goed is. Ik zie natuurlijk helemaal naar iets, hè. Ik snap helemaal niks van deze map. Nee, echt, hè? Je moet goed op de muren letten. Hè? Sommige deuren die kunnen open, dus. Dat zijn de geheimpjes. I need that moment. Nee, hier kan je de wapens halen. Ik heb sowieso een daar boven was een Kuda of zo, hè? Ja. Ik kost wel 1500, though. Ja, dat heb ik. Kom maar, zombietjes. Maar net want we papa hebben instant kill. Kan eraan. Zo. Lukt het nog? Ja, tuurlijk. Ik heb max ammo. Hier. Je gaat nooit dood. Nee, je gaat nooit dood, joh. Dat is ook ik zie jou inderdaad een paard leven, want shield of zo. Ja, ik ga nog even een deur openen. Ja, je moet goed die paars zoeken, inderdaad. Maar de stroom die moeten we dus ook in elkaar zetten. Maar dat is nog niet heel makkelijk. Deze deur die kan niet open. Okay. Kan je gewoon door die ramen springen? Nee, dat denk ik niet, nee. Hier ligt ook niks, hè? Nee.
Ja, het wordt even opletten. Wat doen die groene Ja, we moeten 2500 hier hebben om boven die deur te openen. Want hier kunnen we sowieso niks meer openen namelijk. Ik wil daar rood ding activeren. Dat er iets van een rode kaart ofzo. Ik heb een deur geopend. Echt? Ik heb een deur geopend, maar welke deur? Geen idee! Welke deur is er open? Ik ga boven kijken. Ja, ja, kijk jij boven. Ik heb de knop in de geheime kamer ingedrukt. En die heeft een deur geopend. Maar ja, welke, dat is een goede vraag. Dit is echt gewoon een puzzelmap. Is er eentje open? Ja. Gaan we naar buiten? Oké, want er buiten ligt er sowieso nog een part. Ik kijk uit de Rijn, ik neem heel veel zombies mee. Oh, secret is er. Ja, nice. Er ligt hier iets. Ja, daar. Inderdaad, die zag ik dus al, ja. Nice. Dat is niks. Blijf buiten, hè, want er komen heel veel zombies aan nu. Ga je ren? Oh, dan moet je niet herlopen, ja? Nee, dat is schif. Dat moet je niet doen, nee. Wacht, hier ligt wel wat, Ryan. Ja, die gasflessen of zeg maar die Dit is denk ik om zielen te verzamelen hier. Oh, dit is ook een part. Hier, dit is een part. Ja, maar zijn dit dan zielen? We zijn echt alles aan het ontdekken, jongen. Ja, dat zijn misschien wel zielen, ja. Ik heb sowieso... Oh, er hangt een wapen in het gif. Hoe lang kan je in dat gif staan? Ja, die gasflessen zijn misschien wel om zielen te verzamelen. Nee. Hebben we niet te lang in blijven? Oh, mooi. Oh, lekker bezig. Ja, dan moeten we 2500 hebben. Ik weet nog niet waar we de power in elkaar kunnen zetten. Want ik heb nu wel de hendel ervoor, maar ja. Ja, ik kan daarvoor naartoe moeten, dat weet ik nog niet. Dat ding ja, die moet je even openen, ja. Die key moet je even gebruiken, ja? Heb je de key? Ja. Ja, dan als het goed is, kan je die key nu op die deur zetten. En dan gaat die deur hier open. Oh jee, moet ja, deze hier. Hier zit nog een grote deur namelijk. Ja, die is open. Kijk. Hier kunnen we dus nu verder. Hé. Hey. Voor die rode key. Oké, nice. De rest, ik ga direct door anders. Ja, hier staat de mystery box. Wat? Moet je wel door het gif heen, dus je moet wel opletten dat je niet doodgaat. En snel. Wat is dit hier? Je kan hier naar beneden springen. Pas op. Oh, hier kan je inderdaad naar beneden, ja. Dit is echt even opletten, hier, jongen, deze man. 2500. Voor? Volgende deur. Deur openen. Oké. Ik ga wel de mystery box even pakken. Ja, moet je wel door het gif heen, dus kijk uit. En hier komen alle zombies naar boven rennen. Laten we er eentje leven. Ja. Oh, is dat de laatste bij mij? Nee, ik kom hier nog veel achter. Kill ik hem. Let op, ik denk, ze spannen niet meer in namelijk, dus laat er één leven, man. Ik heb nog dubbele punten. Dit zijn de laatste twee. Nee, bij jou zit er nog één. Kun jij die bij jou? Ja, ik heb hem dood. Oké, dan is dit de laatste waarschijnlijk. Dan laat ik hem leven. Oké, cool. AK-40. Is er hier ergens onder power aan te zetten? Nee. Dit is lastig, jongen. Dit is echt oldschool Doom, dit, joh. Ik vind het wel leuk. Rijn die heeft geen idee waar hij mee bezig is. Ik zit hier te rennen. Ja. Hoe duur was die deur? 2500, toch? Ja. Oké, dan ga ik die even openen. Leven nog drie zombies bij de week. Laat ze gewoon alle drie leven, hoor. Die zijn ze lekker langzaam namelijk. Potion. Ik kom eraan. 2500 voor de volgende deur. Oh, die heeft zelfs het oldschool geluidje naar beneden. Oh, de packerpunch is hier, joh. Kunnen we die knop achterin hier indrukken? Ja, 2000. Dat hebben we niet, hè? Jammer. Dat is baan, want dan moeten we eerst meer zombies gaan schieten. Ja, ik box denk ik nog even. Ja, dan leven er nog drie. Ik ga nog even packerpunch. Of mystery box snel, dat ik een ander wapentje heb. Want ik ben niet heel blij met deze wapentjes namelijk. Even snel naar de box, door het gas heen, door het gif heen. Dank u wel. Ja, we moeten ergens de power aan kunnen zetten. Dat is onze eerste prioriteit. Ik zit die uithang hier te zoeken en je kan hier gewoon naar boven gaan. Echt? Ja. Oh, nice. Alright, puntjes verzamelen. Ik heb hier echt helemaal niet. Het is een puzzel Doom map. Dit is de nieuwe soort Doom, dit is puzzelen. Ik heb iets opgepakt. Een part? Een machine of iets. Van de stroom. Ja. Oh, van de stroom. Ja, ik heb dus de hendel van de stroom, maar ja, de vraag is... Ik heb een paneel. Ja, waar moeten we die maken? Oh, hier! Oh, ja, de stroom kan aan.
Jij hebt het paneeltje, dus ik kon hem maken. Oh, nice. Oh, hij lekt een beetje. Nou, nu staat de stroom aan, dan kunnen we de juggernaut halen. Die stond bij die trap naar boven. Dus ik denk wel dat dat even handig is om te doen. Want die zombies rennen best wel snel namelijk. En ik wil ook niet neergaan. Oh, ik ga neer. Nee. Happy. Oké. Je weet maar nooit, hè. Ik neem het serieus, hè. Ik heb max ammo. Ja, ik wou eerst reloaden, maar dat ging niet helemaal goed, helaas. Laten we er eentje leven? Oh, ik heb net helemaal verknald. Nou, is niet erg, want er leven er nog meer volgens mij. Oh, dat was wel de laatste. Jij kan juggernaut halen, hè? Ga naar boven, hè. Waar staat hij? Boven. Boven? Ja, volgens mij wel. Wacht, wat is hier dit staat dan? Hij toch? Ja, hij staat boven, ja. Boven. Parts ik wist required. Het wel. Ja, ik ga nu een ander part ophalen, want die lag hier buiten. Want ik had net de hele tijd die hendel vast en je kan maar één part tegelijk meenemen. Dus ik pak nu deze op. Hoppatee, die heb ik. Dan kan ik die nu waarschijnlijk bij dat andere crafting doosje maken. Maar dat... De juggernaut crate. Nee, gewoon boven! Aan de andere kant waar je die rode key op pakte. Wacht, hè? Ja, nee, Rijn, kom op. Stomme wapens, hè. Wacht, en dan naar links of naar rechts? Als je naar boven... Ja, ligt er aan welke kant je naar boven gaat. Er zijn twee trappen naar boven. Oh, wacht, ben bij de pack-a-punch. Ja, dat is de verkeerde naar boven! Helemaal aan het begin, gewoon in het beginkamertje en dan waar we al eerder waren, waar die rode key lag, weet je wel. Oh. Ik help je wel, Ryan, geen probleem. ik denk dat ze niet meer inspannen. Oh, dat was de laatste. Oké, fijn weer. Nou, ik kan in ieder geval wel Juggernaut halen. Ryan is de weg kwijt. Op het tijd. Juggernaut. Konden we bij de Pack-a-Punch, konden we die knop nog indrukken, hè? Weet je nog? Die moeten we ook hebben. En we moeten nog steeds op zoek gaan naar geheime plekjes. Dat is wel belangrijk. Ja, die Vesper is op zich wel fijn voor hier. Ik heb niet echt de beste wapens, maar ja. Nou, ik heb een HG-40 en een Tudo. Een HG-40, dat is toch zo'n... Ja, een MPV, ja, van Black Ops 3. Zo'n oldschool wapen is dat toch? Ja. Kan er niks mee. Ja, dat is een machine gun. Ja. Die 48 Rage is wel fijn, want die schiet natuurlijk in één keer 6 kogels af. Ja, dan moet je ze wel alle 6 raken. En het reloaden duurt heel erg lang, dus ik moet gewoon even mijn tijd nemen. En dan zitten er weer nieuwe kogels in. Tadaa, dan kunnen we weer. Nou, normaal gesproken in Doom zou je al lang door die map heen zijn gerend. Ja, dit is natuurlijk zombies, dus ja, dit is wel eventjes wat anders. Snel, hè? Ja, in Doom kon je er gewoon in één keer doorheen rennen, maar de geheimen ontdekten, dat duurde ook altijd wel lang hoor, als je niet wist. Ja, ik loop weer even hier naartoe. Hop, over het gif heen. Dan gaan we hier met het trappetje naar beneden. Het zijn wel hele steile trappen, by the way. Want dan kunnen we namelijk hier die knop indrukken. Oh. Boom. Ja, deur is hier open, Ryan. Oh, peacekeeper. Oh, er zijn twee deurtjes ook weer open. We staan in het gas. Daar kunnen zombies vandaan komen. Oh, ben je dood door het gas? Ja. Nee, serieus? Ik moest 2000. Trainen. Is de nieuwe wave al begonnen of niet? Ja. Uh-oh. Dan moet ik heel snel hier weg, want ik word hier anders vol ingesloten. Help. Ja, weet je hoe ver je bent, bro? Ik lig bij de... Maar had je juggernaut of niet? Ja. Oké, dan ben je nu de juggernaut kwijt. Dat klopt. Oh nee, Rijn. Ja, ik heb ze allemaal afgemaakt, nieuwe wave begint. Dan kijk ik heel snel of die part die ik had gevonden, of ik die hierop kan maken. Nee, dat was niet hier. Shit, ik loop verkeerd. Ja, nu loop ik gewoon verkeerd. Ja, niet achter mij aan lopen, oh, hè. Juggernaut. Ja, jij moet juggernaut hebben, ja. Aan de kant, Rijn. Oh, ik heb meer parts nodig. We moeten nog eerst een ander part hebben, dan pas kan ik hem maken. Mijn wapens zijn zo slecht, hè. Maar die 48 dress is nog steeds wel fijn, dus dat scheelt. Rijn gaat niet dood, Rijn is goed. Wat had jij uit de box gekregen dan? Ja, een haymaker en een peacekeeper. Oh, een haymaker! Ja, maar peacekeeper is wel fijn. Nee, je killt totaal niet. Oh, ja, dat schiet er niet op, nee.
In de multiplayer was de Peacekeeper lekker overpowered, maar in zombies dus niet. Oh, die heen ook mijn ammo letten, jongen. Het stond er in één keer in achter me. Het is wel dat we redelijk veel ruimte hebben aan het begin, dus dat is dan wel fijn. Maar de zombies komen wel echt overal vandaan. Nice, even rustig reloaden, dat duurt even. Zijn er nog zombies bij jou? Nee. Oké, ik heb er hier eentje achter me aanlopen, dus die laat ik dan even achter me aangaan. Ja, ik loop dan helemaal door, ja? Want ik heb weer wat deurtje geopend. Dus dan loop ik even zelf helemaal door. Ik kijk nog even in deze kamer, maar volgens mij kan je hier niks... Zit hier geen geheimen? Nee, oké. Dan lopen we rustig even naar de volgende deur. Het is wel een grote map, hoor. Maar wat als je hier naar beneden valt? Waar kom je daaruit? Ben je al een keer naar beneden gegaan? Oh, oké. Rijn, ik moet hem schieten, denk ik. Ja? Ik kan hier niet meer weg. Of jij moet nu naar me toe komen en hem even meenemen, maar... De zombie staat vast. Ik wacht wel even op je. De zombie kan hier niet naar beneden houden. Het is wel een mooi plekje. Als ze echt hier niet naar beneden kunnen, dan kan je hier gewoon blijven staan, joh. Maar er zit daar een knop. Dus we moeten op een of andere manier daar komen. Maar hoe komen we daar? Ik denk dat er ergens weer een geheime gang zit. Met nou, bijna, ik laat je ook vandaag de secrets doen, want ik snap niks. Nee, dat is goed. Dat is goed. Oh, hey, zombie. Neem je hem mee? Oké, cool. Ja. Dan kom ik naar boven. Ja, ik loop achter je aan. Ja, hier helemaal naar beneden toe. Hop. Dan kan je daar inderdaad doorheen. Er staat daar boven ook een perk. Dan kan je hier weer naar beneden toe. Wacht, dan loop ik een rondje. Zo, dan kan je deze deur openen. Oh, en dan zijn we bij de exit. Wat? 60.000! Oh, dat is easy. Oké, ja, dat is easy inderdaad. Maar er zit er nog wel... Ren terug. Ren terug. We worden hier ingesloten. We worden hier ingesloten, bro. Ren terug. Go, 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 go. Helemaal terug. Anders hebben we een probleem. Hier in deze kamer zit ook ergens nog een geheim, maar die moet ik nog zien te vinden. Oh. Eerst even snel terugrennen, want anders gaat het niet goed hier. Inderdaad, ik schiet hem af. Ja, nee. Ja, ja dat heb ik door, ja, dat je het hebt gevonden. Oei. Eerste kill, nice. Oké, ik ben terug op de goede plek. Paniek. Dat scheelt. Brian leeft nog. Ik ga toch even op de muren kijken, want ergens... moet er nog een geheim zitten, hoor. Geheimen. Je moet gewoon naar deuren zoeken die niet daar horen. Nieuwe titel, geheime ontdekking samen met Jaraski. ja, geheime ontdekking, hè. Jaraski die geheim ontdekken. Ik ben er goed in, hè. Ja? Ja. Ga je ook goed in bewaren van geheimen? Soms wel, soms niet. Soms wel, soms niet. Laten we het daarop houden, hè. Die Vespa is nog steeds wel fijn, dat is wel chill. Oh! Wacht, volgens mij heb ik een geheime deur. Zit er iets? Wacht even, is dit iets? Kijk, deze muur die komt niet overeen, zie je dat? Deze muur is anders. Wacht, laat even zombie leverij. Ik weet niet hoeveel er nog zijn. Oh. Oh. Dat was er dus maar één. Nee, ik... Ik dacht dat jij... Hoezo komt die niet overeen dan? Nou kijk. Oh, dit hier. Ja, zie je? Die muren zijn dus anders. Dus ik denk eigenlijk wel dat hier iets moet zitten. Maar we moeten even één zombie overlaten. Dan kunnen we even op ontdekkingsreis. Nee, je moet ze als goeds kunnen openen. Ja, hij is open. Nee, helemaal niet. Ik kom alweer terugrennen ook, hè. Oh man, waarom geloof ik jou ook af en toe? Ik kon de granaat erop met je open. Dat zou wel mooi zijn geweest. Nou, het is een ander soort muur. En daar, dat zijn dus de dingetjes waar je op moet letten. Is wel lastig, maar het is wel leuk. En nu moeten we echt de zombie overlaten, hoor. Nu komen er al best wel veel. Dus weef 13 al. 13 maar. 60.000 voor het einde. Ik ga even pakken puntje zo. Oh ja, dat is goed. Sommige zombies rennen snel, jongen. Oh. Dead machine, kom maar jongens. Ik heb een nuke, ik pak hem niet op. Let op. Ze spannen nog in nu. Ja, ik pas ben op. Bij de pack-up punch. Ik pak de nuke niet op, ja. Ik heb wel instill opgepakt. Heb jij nog een zombie bij je?
Nee. Dan zal ik hier wel de laatste paar hebben. Ik denk dat ik hier de laatste heb, Ryan. Ja? Ja, dus als we die even bezighouden... Dan kunnen we even op zoek naar de geheime deur. Volgens mij... Ik heb een deur geopend, bro. Echt? Ja, ik heb er één gevonden, oké. Okay. En die brengt ons naar... Cherry Blossom. Oh, en ik koop hem ook per ongeluk. Oh, dat is misschien niet heel handig. Dat is niet erg. Maar... De vraag is natuurlijk... Dit is nog niet... We hebben sowieso nog meer geheimen. Dus... dit is lastig, jongen. Nou, dit is echt speurwerk, hoor. Wat we nu mee bezig zijn. Je moet gewoon zo goed letten op een bepaalde deur... Die niet klopt. Een bepaalde muur... Die niet klopt met de rest. En dan heb je hem. En dan kan je verder. In die eindkamer zit sowieso niks. Op een 2500. Heb jij een deur gevonden? Ja, moet je bij de mystery box komen. Mystery box, ik kom eraan. Pas op voor dat gif, hè, dat ik niet te veel doorheen. Ik heb toch nog een secret. Waar zit die? Hier achter het muurtje. Oh, als jij hier naartoe komt, dan open ik hem. Dan moet jij even die zombie meenemen, ja. Want dan ren ik er in één keer langs. Dan hoop ik dat hij achter jou aan gaat. Oh, een secret gevonden. Neem die zombie mee, neem die zombie mee. Ja, goed zo, Ryan. Oh ja, 2500. Ik heb hem gekocht. En? Hier is niks geopend. Misschien... Oh, pas op voor die zombie, man. Misschien wel aan het begin ergens of zo. Ja, hier. Oh, wacht, is het ook een secret? Het is hier heel donker. Het is hier echt heel donker, ouwe. Oh, nee. Ik kan allemaal wegflitsen. Ik zie helemaal niks. Dit is een niks. Doolhof, Jan. Dit... Oh, dit is inderdaad een doolhof. Kill niet die zombie daar, want dan hebben we een heel groot probleem. Oh, hier staat een hier lampje. Er staat hier één lampje. Zou dat lampje er niet voor niets staan? Er staat letterlijk één lampje in heel die Oh. Alsjeblieft, deadshot gevonden. Alle perks die staan verstopt, jongen. Ja, hier staat ze al aan. Hier staat Vulture 8. Ja, ik heb hier weer een deur geopend. Hoeveel hebben we er nu al geopend? Even tussendoor. Nee. We hebben er al veel, toch? Ja. Ja, dan moeten we nog even doorzoeken. We zijn nog niet klaar. Oh. Dit is echt een spooky room, jongen, dit. Ik ging hier eens open. Wat doe je allemaal? Ik schoot erop. Je hebt een geheim gevonden. Goed zo, Ryan. Yes. Goed zo, Ryan. Gaan we dan nu gewoon weer naar boven gaan? Ja, ik weet niet waar we nu uitkomen. Oh, de reload. Oh ja, hier, die kan je als goed nog kopen. Ja. Hier, kijk, hier stond ik net in dit raampje. Ik ben echt aan het zoeken, jongen. Widow's Wine. Ik wou bijna schieten. Dat was de perk, hè, die hier stond. Oké. Okay. Ja. Oi, dit is serieus lastig, jongen. Ja, weet ik niet. Check hier de muren. Oh, ja, ik heb daar een deur. Wacht, kun je die zombie meenemen? Ja. Neem die zombie mee. Oké, ik loop langzaam. Shit, welke deur was het? Was het deze? Nee. Was het deze? Deze? Ja! Oh, hier liggen de parts! Ja! En we hebben stamina up. Die koop ik wel even. Hier, koop die stamina. Oh, daar heb ik niet genoeg punten voor. En weer die gasflessen, hè? We hebben nu zoveel geheimen ontdekt, jongen. Wacht, dit loopt dood. Oh, deze map, joh. Ja, ik snap er niks meer van. We hebben wel echt zoveel geheimen al ontdekt, jongen. Komen we weer in die doolhofkamer hier. Ik weet, ja, de weg weet ik naar buiten. Even denken, stamina up. Hebben we nu alle... We hebben nu ook alle parts en die kan ik hier... Nee. Wacht, die kan ik hier in elkaar zetten. Als het goed is dat gewoon een riot shield. Nee, ik heb nog meer parts nodig. We missen nog een part. De volgende wave is gestart, toch? Ja, ik zie ze al inspannen. Oi. Ik wil die zombie shield nu hebben ook. Want als het goed is, is de zombie shield namelijk. En ik moet echt betere wapens hebben, hoor, Ryan. Ik heb pack-up ammo. Oh, max ammo, nice. Ah, die dress doet het nog wel goed. Oh, ik heb de dead machine. Pak hem! Thank you! Lekker sprayen!
Ja, lalalala. Oh, kaboom, ja. Dat... Daar gimmige spray, jongen. Dat is jammer. Dan moet ik even wachten, hè. Oh, ze zijn er weer. We kunnen weer. Ik even kijken of Let op dat we er weer eentje overhouden. Wacht, zie. Oh nee, dat is een zombie. Ja, we missen echt nog één part, hoor. Maar die gasflesjes, die zijn zo raar. Want we kunnen daar echt niks mee, namelijk. Speed cola moet ik bij de way hebben. Dat is nog wel een goeie. Ik heb zo'n gevoel dat we wel echt de meeste geheimen hebben gevonden. Ik weet natuurlijk niet... Oh, dat was de laatste. Oh. Ik weet natuurlijk niet of we ze echt allemaal hebben gevonden. Oh. Maar ja, waar gaat die part liggen voor die zombie shield? We kunnen ook gewoon 60.000 punten ergens sparen. Dat kunnen we ook doen. Want ik denk niet dat we zomaar die part gaan vinden namelijk. We hebben al veel gevonden, hè? Ja, nee, daarom. En anders zijn we alleen maar aan het zoeken en het zoeken en het zoeken. Ik moet echt even zo meteen gaan boksen. Ik word niet blij van dit wapen nou. Oh, stop met mijn rammen, jongens. Ik zit op 1/10 van de punten rijden, dus we komen er wel. 60.000. Ik vind het wel leuk, want... Ja, Doom die zag er natuurlijk toentertijd zo uit. Dus het is wel leuk om nu eigenlijk met moderne wapens, die er gewoon mooi uitzien, op zo'n lelijke map te spelen. Ja, ik kan niks. Ik heb niks. Je staat helemaal ergens anders namelijk. Ik heb een nuke. Leef je nog? Ja, je moet niet neergaan nu, hè? Dan hebben we wel een probleem. Ja, je moet oppassen in die kleine gangetjes, man. Vooral aan het begin en eigenlijk buiten, daar kan je gewoon goed rondjes lopen. Maar in die halletjes heb je echt een probleem. Maar 60.000 toch, ik? Ja, wie het als eerste hebt, toch? Oh denk ja, ik. Kan ook. Oh, ik denk God. Dat we nog iets moeten vinden. Ik heb een L4 Siege gekregen. Nee, dat dolf heb ik die kamer ontdekt, hè? Je zou zeggen dat het er was. Ik moet nog even boksen, hoor. Dus ik zou je nog even... Let op dat ik er één overlaat. Span er niet meer in, namelijk. Kom, laat me even boksen. Thank you. Een normaal wapen, alsjeblieft. Geen L4 Siege. De Enix Shadowclaw. Is die chill? Nee. Ik ga hem gewoon meenemen. Jawel, die heeft 12 kogels. Als het one shot is. Heb jij er eentje bij je? Heb jij nog zombie rijden? Heb ik hem niet. Nee, heb ik niet. Bro, die L4 Siege doet het niet. Oh, ik dacht de Shadowclaw. Of de Shadowclaw doet het niet. Jij krijgt nu ook helemaal afgeleid. Bro, ze doen het niet. Ik schiet gewoon dwars in die zombies heen. Ja, dit wapen doe ik even weg. ik heb nog 2 zombies achter me aan. Ik laat ze wel voor alle 2 leven. Die dingen die werken niet, joh. Die gooien we even weg. Normaal wapen. Teddybeer. Serieus? De map die mag me niet. Als een echte Doom-fan word ik nu gewoon... Ik word gewoon een klein beetje genaaid. Wat dacht je daarvan? Ligt er niet misschien nog een part gewoon in die doolhofkamer? Dat kan misschien nog wel. Ik weet het ook niet. Ja, ik moet even een normaal wapen hebben. Nu moeten we sowieso de box gaan vinden, Rijn. We moeten de box gaan vinden. Misschien staat hij wel buiten. Ik weet het ook niet. Nu zijn we de box kwijt. Ja, we kunnen denk ik het beste gewoon voor de punten farmen. Die riot shield hebben we nou niet echt nodig. Ja, voor de rest hebben we denk ik wel alles ontdekt. Want we hebben bijna alle perks ontdekt. Dus dat is wel goed. Ik kijk even waar die box staat in de lucht. De box staat... Ja, dat is een goede vraag. Ik zie de beam, maar ik weet natuurlijk niet waar dat is. Ja, waar is dat? De box staat in het doolhof. Als ik het goed heb. Oh ja, bij het lampje, Ryan. Ik heb hem. Nou, kom op. Geef me een chill wapen die ik even kan packen. Dan kan ik gaan voor de puntjes. Een BRM. Nu heb ik een Vesper en een BRM. Ja, BRM is al chill om te packen, punchen, toch? Ja. Oh, we lopen tegen elkaar aan. Pack-a-punch. Ja, ik weet waar die zit. Dan ga ik nog even de BRM pack-a-punchen. En dan moet ik... Ik denk dat ik buiten ga staan. Oh, heb je de part? Ja. Oh, waar lag die, joh? Ben je deadshot? Oh. Oh, nice. Nou, dan ga ik eens even kijken of we die right shoot kunnen maken. Zitten we heel de tijd te zoeken naar een part. Rij je gewoon heel casual. Oh, ik heb hem. Ja, ik kan hem maken. Building.
Boom! Je kan hem oppakken, man. Maar volgens mij nice. Hebben we nu alles, hè? Ja, nu hebben we voor wat ik weet alles, ja. Ik denk ook dat we alle perks wel hebben ontdekt. We zijn nu 60.000 punten verzamelen. Ja, wacht heel even tot ik heb gepackenpunt, anders sta ik vast in die kamer zo. Dus waar is die... Heb je hem? Kijk nou als ik dat kan, hè? Ja, ja, één moment. Dan ren ik alleen nog even terug. Ik heb nu een sterk wapen. Ik ga buiten staan, want dan kan ik namelijk heel de tijd ammo voor de Vesper kopen. Yo. En dan kan ik dus heel snel puntjes erbij krijgen. Alright. Dan ren ik nog even langs jou. Oh. Oh, dat maakt niet uit, maakt niet uit. Ik haal het wel. Druk de bron, dan komt een knop. Nou, echt? Ja, ik vind het echt wel een leuk gemaakte map. Maar het is wel echt een puzzeltje, hoor, Ryan. Jongen. Ja, ik vind... Hij is wel leuk. Oh, ja. Hij is wel leuk. Vooral omdat het gewoon echt... Ja, het is gewoon een oude Doom, heerlijk. Nou, dan gaan we nu puntjes verzamelen. Kom maar op, jongens. Komt u maar. Kijk, die Vesper is niet meer zo sterk. Dat moet je hebben, want dan krijg je meer puntjes. En we doen alles voor de puntjes nu. 60.000. Dat gaat nog wel verduren, of niet? Ja, ik ga hem eerst hebben. Maak er gewoon een wedstrijd van. Ja? Oké. Ga dood. Ik hoor als er op jouw schild wordt geslagen. Dat hoor ik helemaal hier gewoon, dus ik weet wanneer jouw schild wordt geraakt. Niet doodgaan, hè, bij de weet weten. Dan hebben we wel een probleem. Als ik hoor je schild, denk ik ook wel kapot gaan. Dat is omdat het natuurlijk een custom map is. Daar klopt niet altijd alles aan. Dus vandaar ook dat ik reizig geluid kon horen van zijn schild. Kijk, even ammo, dat hadden we nodig. Ik heb alleen geen speed cola, die had ik misschien wel. Oh, dubbele punten. Lekker, Ryan! Hey, wil je niet zo op je schild laten rammen door ze? Hé, hey, ze raken me niet. Dat zou ik ook zeggen. Een deathmachine. Oh, nice. Ik ik hou je niet in met punten, zie ik al. Dit is niet handig. Ach. 8200, jij 12.000 nu. Ik heb geen Welke meer. Wapens gebruik jij? Peacekeeper en Haymaker. Ja, maar Peacekeeper is ook niet zo sterk, hè? Dus dan krijg je ook al veel punten. Nou, Pekkapunst is die wel beter, hè? Mijn ammo kost 630. Dus dat is op zich redelijk prijzig, moet ik eerlijk toegeven, voor gewoon een wapen. Ik heb een perk gekocht. Ja, als we, hoeveel punten zullen we gemiddeld per ronde krijgen? 5000 of zo? Dan moeten we echt nog wel even door. Ja, 8000, zoiets, ja. Dan moeten we nog wel voor ons best doen, hoor. Nee, ik kreeg 200 punten per zombie. Oh, is dit niet ook een geheim? Oh nee, daar heb ik net op geschoten. Ik dacht dat dit een geheim was. Maar dat zijn mijn kogels die op de muur zaten. Ik dacht, die muur die klopt niet. Maar dat waren mijn eigen kogels die ik op de muur... Nee, ik schoot door de zombie heen. Nee, ik schoot niet mis. Jawel. Nee, ik schoot door de zombie heen. Wij doen niet aan misschieterij. Maar joh, er komen er wel veel hoor. Ze worden ook sterker. Maar ja, als ze sterker worden, dan kan je meer op ze schieten en dan krijg je meer puntjes. Dus dat is niet erg. Carpenter, Brian opgepakt waarschijnlijk. Oh, ik heb geen ammo meer. Jij krijgt alle power-ups, jij. Ik heb geen ammo meer. Dan moet je kopen. Daarom sta ik buiten. Dan kan ik heel de tijd Vesperkogels kopen. Ja, ik kan niks kopen. Tactiek. Nee, daarom. Ik heb de tactiek. Granaten. En ik heb die BRM alleen als ik echt in nood ben. Dus ik moet even doorrennen. Niet doodgaan, hè, Ryan? Ik koop gewoon een stom af. Zo, kopen. Dat zijn veel zombie. Ik denk dat er bij jou ook wel meer zit dan bij mij. Maar dat weet ik niet. Jij loopt rond, of niet? Ja, ik heb mijn punten. 13k, maar ik hou je wel in hoor, of niet? Het gaat denk ik nog closer worden wie als eerste 60k haalt, man. Ik ben wel benieuwd nu ook wie het als eerste haalt. Kom op, Vespertje! Yo, jij had vet veel punten in één keer, ouwe! Hoeveel zombies zitten er bij jou? Ik zit gewoon maar via een VMP'tje te schieten. Echt? Hoppa, oh. Ik heb net eentje gekocht, en ammo is nu al leeg. Oh. Nou, het staat nog steeds ongeveer 3000 van elkaar af, dus het valt nog wel mee. Hoe duur is jouw ammo dan voor die VMP? 500. 500 bij 630. Oh, bij mij 630. Oeh. 20 punten voordeel als ik ammo moet kopen. Oh, ja, maar jij hebt nog steeds zombies. Bij mij zijn ze al allemaal neer. Jij hebt er meer, man. Nee, jij dat was meer. Laatste. Ik was even over. Ja, nee, want jij bent nu vooraan gaan staan namelijk. Ik denk echt dat jij meer zombies bij je krijgt. Maar jij loopt heel die map door, of niet? Nee, ik zit hier gewoon op één plek.
In de beginspan? Dit is gewoon een treintje te maken. Helemaal in de beginspan, toch? Ja. Oh ja, oké. Zo jongen, ik heb bijna één ammo nodig van een Vesper om één zombie te killen. Maar in een treintje, jongens. Je hebt zoveel zombies niet meer. We rijden tijdens voor de puntjes, hè. Wat? Ja, maar ik kwam even naar je. Maar ik zag wel kogels vliegen bij mij. Ik dacht van, hoe? Nee. Oh, nee, ik dacht, ik pak even wat zombie killetjes van je afhouden. Ja, kom op, jij mag niet als eerste die 60k halen, hè. Dat mag ik ga dood. Uh-oh, dan komen ze nu allemaal naar mij. Yep. Dit is dus eigenlijk wat we niet nodig hadden. Nou, dat hebben we dus wel. Ja, dat heb ik door, ja. Nu komen ze allemaal naar mij lopen, Jan, jongen. Jan, help! Ja, dan kan je sowieso niet die vijven, jongen. Ah, al die zombies komen nu naar mij. Nee, 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 want ik moet door die smalle gangen, hè. Nee, bro, dit zijn er echt in één keer knijpenveel. Ik kan nooit bij je komen, gewoon. Of wacht, max ammo, jammer, als ik instant kill had. Hoe lang heb ik nog? Blijf je nog in leven? Nee. Nee! Ben je dit? Yo, dit doet normaal hoor! Nee, man! Bro, ik ben langs alle zombies gerend. Ik heb ze niet eens afgeschoten, hè, nog. Yo, die lag verder dan ik dacht, man. Nou, nu kan ik wel wat puntjes verzamelen, dus... Oh, wat dicht daar, wat dicht daar. Dubbele punten, of niet? Ik ga rustig mijn wapen reloaden, dat duurt even. Sorry Ryan! Oh, ik was er echt bijna, hè. Dat scheelde zo ontzettend weinig, jongen. Hé, hey, maar dubbele puntjes! Ik ga je eens even inhalen. En jij moet zo meteen je juggernaut en alles terugkopen. Dat is mijn coming out. Ja, daarom! Oké, de wave is voorbij waarschijnlijk, let op. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, let op, hè. Meteen juggernaut halen. Dan moet je dus... kom anders ook naar buiten, dan gaan we twee buiten. Oké, kom ook naar buiten, kom ook naar buiten. Ja. Ik was echt milliseconden te laat, joh. Dat meen je toch ook niet, man. Nee, nee, ik zweer het, ik zweer het, ik kwam je helpen. Ik ga niet je expres dood laten gaan, maar ik moest eerst wachten tot die zombies allemaal uit die gang waren. En dan pas kon ik er langs lopen. Nee, Ryan, hier naartoe, naar buiten. Ja, ja, lopen hier door, naar buiten. Loop door, naar rechts, rechts, rechts. Oh, ja, daar hangt een Vesper daar buiten. We moeten niet op dezelfde plek gaan lopen. Je moet naar de andere kant, Ryan. Ga jij naar de andere kant? Want nu lopen we op dezelfde plek. Dat gaat helemaal fout ook. 60k is toch echt wel veel, hoor. Ik heb een dead machine. Ik kan rustig even de Vesper halen daar. Oh, hier, fire shield, hé. Hey. Ja, dat hoef ik niet. Oh. Nou, oké, dan niet, hè. Kan niet chillen wapens krijgen. Maar kan je niet waar... Nee, ik weet ook niet waar de box staat. De box staat weer helemaal aan het begin volgens mij. Ik denk niet... Nee, er staat buiten geen box helaas. En dan heb je er sowieso niks aan eigenlijk. Ik heb ook nog een nuke gevonden. Ik laat nog even liggen voor nu. Prrrr. Zo, zo, zo. Zit om een schild te rammen. Oké, ik pak de nuke op rij. Krijgen we ook nog wat extra puntjes voor namelijk. Kan ik even rustig reloaden. Ik had echt speedcola eigenlijk moeten halen. Maar ja, is niet erg. Is niet erg. Ah, je hebt nog 16k en je hebt nu de Cuda en de Vesper. Dus dat ga je wel volhouden. Heb je al de bergen gezien in de achtergrond? Ja, de map is knijterlelijk. En die bergen zijn weer super mooi. De bergen zijn van 2013. En de map is van 1994. Ja, ah, het is een mooie berg, hè? Ja, zeker, zeker. Oké, okay, ronde 20. Het wordt wel een beetje tricky. Ik heb 26.000 punten, dus ze zitten ongeveer op de helft. Ryan, die is wat punten kwijtgeraakt. Ojojoj, 60.000 is veel, man. Ojojojojoj. Oké, okay, dan gaan we weer. Ze spannen weer in rij. Ik maak even een treintje bij mij, just saying.
Kan ik even een beetje ammo besparen, want als we geen max ammo meer krijgen, dan hebben we ook weer een probleem natuurlijk. Komt u maar jongens, komt u maar, komt u maar, komt u maar. De meesten gaan naar Ryan toe. Ze gaan eigenlijk allemaal naar Ryan toe. Leuk Jan. Kom allemaal naar mee. Ja, dat heb ik door ja. En dan kan je die punten even inhalen die je net kwijt hebt geraakt. Ja, bijna leeg. Ja, die Vesper is echt binnen no time out of ammo. Buiten is wel de handigste plek om te staan hoor. Dan heb je de meeste ruimte namelijk. Zo, die BRM die is ook niet meer zo sterk. De Blight Oblivion heet die. Ik moet zo meteen even Vesper ammo bij je halen, want dat heb ik niet meer. Ja, schiet ze maar af bij mij, zou ik zeggen. Oh, yo. Ik heb je een beetje meegeholpen, ik moet even reloaden. 31k punten. Jij krijgt veel punten, jongens. Ze gaan allemaal achter jou ja, aan, hè? Ja, maar dan vind ik niet leuk. Je wilt toch winnen, Ryan? Je wilt toch als eerste die 60k hebben? Wordt aangeklopt bij Ryan. Ryan wordt afgeleid. Niet doodgaan, Ryan, ondertussen. De map duurt ook wel lang, moet ik zeggen, ja. Ik kon gewoon random iemand Ryan's kamer binnenlopen. Klop, klop, klop. Ik kom je helpen, Ryan. Niet doodgaan. Oh, ik heb iets gevonden. Oh, boom. Ja, die ga ik niet oppakken. Ik krijg meer punten als je gewoon de zombies afmaakt. Ik schiet bij je, Ryan. Als je me hoort. Ik weet dat je in gesprek bent. Kill ze. Yo, ik heb er veel. Je werd afgeleid, hè? Ja, dat is niet erg. Ik pak wel even die bom op. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga die bom niet pakken. Zo, het zijn er wel veel, hoor, nu. Vanaf wave 20 wordt het serieus, dit. Mijn ammo gaat er ook snel doorheen, jongen. We moeten echt zo meteen een max ammo krijgen, hoor. Ja, 36k. We zitten er al over de helft, hè? Oh, jij hebt er nog veel achter je aan, joh. Ja, maar... Uh-oh. Dat was de gas. Ja, dat zag ik, ja. Ik laat die leven. Ja, dat is de laatste. Nee. Dan kan je Juggernaut even halen. Oké. Wat ga je doen? Wakker punchen? Jij moet Juggernaut halen. Nee, jij. Ik niet. Ga ik kill maar. Zal ik even anders aan deze kant gaan staan? Omdat hier meer zombies komen. Oké, jij even Juggernaut halen. Dan blijf ik aan deze kant. Hoor. Ja. Komt-ie. Hij is kapot. Wave begint. Oeh, 38k. Kom op. We can do this, my friend. Yeah. Kom maar, zombietjes. Ze spannen weer in. Komen ze weer allemaal aanwandelen. 38.000. Hallo. Als we deze wave gewoon 48 misschien zelfs meer kunnen halen, is het goed. Hallo. Oké, ik ga gewoon een treintje maken, Rij. Want dan bespaar je wat kogels. Dan krijg je meer punten. Jij bent dead machine, of niet? Yep. Oké, nice. Kan het dus ook bij mij af. Ik ben helemaal een treintje aan het maken. Ja, jongen. Oh, max ammo. Oh, dan kan ik ook gewoon weer schieten. Oh, instant kill. Ah, hier. Jij wil me echt nog inhalen, hè? Je zit nu gewoon allemaal zombies te stelen, jij. Oh, fire shield, daar hebben we niks aan. Dan staat hier geen box. Jij vieze, Rick. Je gaat mij inhalen als je zo doorgaat, hoor. We lopen ook gewoon kriskras door elkaar. Kijk uit, die eerste kill is bijna voorbij. Eerste kill is voorbij. Ik heb 40k, let's go. 20k te gaan, jong. Moet even ammo halen. Hey. Op, ammo. Oh, Ryan is down. Hoe ben je nou down gegaan dan? Ik werd tegengesloten. Echt? Ja, oh, ik ben weer alleen. Nou, jij hebt geen niet veel wapens, hè? Ze zijn allemaal naar binnen gelopen, ja. Oh, dan kan ik hier die vijven. Go. Ze zijn allemaal naar binnen gelopen, inderdaad. Ze zijn... Ja, kijk uit, ze springen er weer naar beneden namelijk. Holy knetter, dit is vast een treintje, jongen. De langs. Ik heb geen Juggernaut meer. Jij bent nu zo down, dus kijk uit, hoor. Zo, ik heb veel punks erbij, jongen. 45.000. Let op, hoor, want ze spannen ook nog steeds in, man. Dus pas op, jongen. Pas op. Kom die ammo. Op die ammo! Nee, dat gif dat... Krijg je stress van, jongen. Dat geeft je stress. Ik denk dat dit de laatste zijn, hoor. Dat zijn al die zombietjes. Prrr.
Zo, awesome. Ik heb gewoon een hele ammo nodig voor één zombie. 46k rijden! Nog één of twee rondes. Ik hoop nog één. Als jij ze nu misschien gewoon voor mij overlaat, dan hebben we deze ronde, hè? Ik mag niet meer meespelen. Nee! Van mij mag je meespelen, hoor. Ja, of je wil het deze ronde halen of de volgende. Dat de keuze ligt aan jij, jou. Ik maak sowieso een treintje. Kijk, deze is voor jou. Oh, dubbele punten. Oeh. Ik maak wel een train voor je. Ja. Die Vesper ammo gaat er aan, jongen, zo. 49k. Ja, we halen deze ronde wel, man. Je mag denk ik gewoon schieten, hoor. We halen het wel. Ik ga even een fusie maken. Kom eens hier aan. Ja, dat heb ik door. Ja, thanks. Pas nu wel op, hè. Want ze gaan nu door elkaar, jongen. Holy knetter. Oh, fire shield. Hebben we niks aan, jongens. Geef ons gewoon max ammo. Daar hebben we meer aan. Wat ligt daar? Wat ligt daar? Er ligt iets. Oh, max ammo. Oh, nee. Ik heb net kogels gekocht. Ik heb hem. Ik pak ook gewoon even die fire sale. Waarom niet? Woi, yo, woi, yo. 57. 58. 58. 58. Kom op. 59. Ryan. Ja. 6. Nee, wacht. 60! Oh, gaan we nu gewoon ook even gaan? Oh nee, dit gaat. Nee, dit gaat sowieso fout. We moeten heel die map door, hè? Oké, go, 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 go. Ik rijd sneller, want ik heb stemmen en doei. Go, 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 go! Vals spelen, nou ja, joh. Ik moet wel van mijn granaten gebruiken, hè? Zal je nu zien dat we ingesloten worden, hè? Oh, alles voor niks gedaan. Gelukkig weten we de weg. Kapekapuntje. Ik heb ook... Ik heb ook zo'n gevoel dat we wel alle geheimen hebben ontdekt, hoor. Oh, Jan. Ik ben er, Ryan. Ben je er klaar voor? Oh, kom. Kom het gat in. Oh, oh, oh. Wat heb jij, joh? Elf in sheets, of niet? Nee, 130 taxes. Oh, wauw. Oh, je kilt jezelf. Ik kan hem niet enden nu. Ik word je niet vijf. Uh-oh, de zombies komen. Oh, reviven en enden was op dezelfde knop, ouwe. Oh, wow. Turk, turk, turk. Wat een mafje, jongen. Oi, 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 oi. Wel een leuk muziekje op het eind. Ja, dat sowieso. Het officiële Doom muziekje, heerlijk. Eigenlijk het oldschool Doom muziekje. Mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk subscribe op Leiden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren op Rijnse kanaal. En ja, als je meer custom zombie maps wil zien, laat ons weten, want er was veel vragen naar namelijk. En vandaag deden we de Doom puzzelmap. En die we hebben verslagen, Ryan. Is goed gedaan. Thanks, thanks. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk tot de volgende keer. Doei. Bye bye.